Welkom. Ben je slecht ter been of herstel je van ziekte of ongeval, dan is deze workout voor jou op het lijf geschreven. Laten we starten met stappen op de plaats. Vandaag krachttraining, spieren trainen. Laten we starten. Laten we starten met stappen op de plaats. Stappen op de plaats. Eigen tempo. Ga je sneller ook goed. Ga je trager ook goed. Handen op je heupen of ellebogen in een hoek. Super. Stappen op de plaats. Tap zijwaarts. Armen zijwaarts. Twee, drie, vier, laatste maal schouderrol naar achteren. Lichaam opwarmen. En rek op, rechts en links. En kruis voor. Rechts en links speelt geen rol. We doen beurtelings, rechter en linkerkant. En rek op. En schuin voorlangs. Stappen op de plaats. Nog 20 seconden stappen en we starten met de eerste oefening. Hoge knie met tegendruk van je handen. Daarmee gaan we starten. Laten we starten. Hef je rechterknie omhoog en druk met tegendruk je knie omhoog en terug omlaag. Herhaal. Druk met tegendruk je knie omhoog en terug omlaag. Beenspieren trainen. Quadriceps. Bovenkant van je been trainen. En los. Herhaal. Nog 9 seconden. Laatste maal op. Druk met tegendruk van je hand je knie naar onderen. En rust. Stappen op de plaats. Laten we dit herhalen met het andere been. Ja, laten we starten. Hoge knie. Leg je handen op je dij en druk je knie naar onderen. Hou even aan, vast en terug los. Herhaal. Druk met tegendruk je knie naar boven en met je handen je been naar onderen en terug. Herhaal. Eigen kracht gebruiken. Laat los. Herhaal. Laat los. Herhaal. En terugstappen op plaats. Ons volgende oefening is een rompdraai. Ja, arm in een hoek. En draai van rechts naar links en terug. Buikspieren zijn aangespannen. Goed zo, voel je buikspieren en rugspieren werken. Heupen zijn gebetonneerd, bewegen niet. Alleen het bovenlichaam van rechts naar links en van links naar rechts. Romdraai, romprotatie. Goed zo. Stappen op de plaats. Voor het volgende hebben we gewichten nodig. Gewichten zijn optioneel. Gebruik dan de druk van je handen. Neem 2 gewichten. Leg deze op je dij of druk. Ja, met je handen je knieën omlaag. En lift je hielen omhoog en terug omlaag. Omhoog en terug omlaag. Kuitspieren trainen, als ook de dijen, omhoog, omlaag.
omhoog, omlaag. Goed zo. En terugstappen op de plaats. Leg één gewicht opzij. En stappen op de plaats. Laten we even de buikspieren trainen. Ja? Hoge knie. Rechterkant crunch. Rol op rond je rug. En terug omhoog. Wissel rond op. Trek je buik in en terug. Herhaal. Rechts. En herhaal links. We zijn 6 minuten bezig. Goed zo. Doe zo verder. Buikspieren trainen. Blaas uit. Trek in. Nog 6 seconden. Neem 2 gewichten. 2 gewichten. Gewichten zijn optioneel. Ja. Laten we nu een schop voordoen. En gewichten naar onderen. Terug omhoog. Elleboog op schouderhoogte. Goed zo. 30 seconden. Schop uit. Schop uit. Houd je knie licht gebogen. Schop uit. Gewichten naast je been omlaag. Schop het uit. En stappen op de plaats. Zeven minuten, 8 minuten. We starten. Armen actief in een hoek. Elleboog actief. Ja? Schop 2 schoppen naar voren. 1, 2 en wissel. 1, 2. Houd je ellebogen in een 90 graden hoek. Ellebogen in een 90 graden hoek. En schop. 2 maal rechts en 2 maal links. Twintig seconden stappen. Gewichten langs je lichaam. Stappen op de plaats. Alle oefeningen kunnen ook rechtstaand uitgevoerd worden. Laatste oefening. 9 minuten bezig. Biceps krul. Breng je handen naar je schouders. En schouderdrukken. Breng je handen over het hoofd omhoog. Terug omlaag naar je schouders en omlaag naast je heupen. Laten we starten. Op, druk op over het hoofd, naar je schouders, omlaag langs je heupen. Schouder, over het hoofd, schouder, omlaag. Laatste maal, schouder, over het hoofd, schouder, omlaag. Leg de gewichten opzij, hebben we niet meer nodig. Schud uit. Armcirkel afwisselend. Rechterarm en linkerarm. Afwisselend, jouw rechterarm en linkerarm. We gaan eindigen. Schouder ophalen. Schouder ophalen naar je oren en loslaten. Schouders ophalen naar je oren en los. Laatste 2. Schouders ophalen naar je oren en los. Laatste maal. Schouders ophalen. En los. En schud uit. Zo. Dit was het vandaag, de workout, krachttraining, spieren trainen. Hopelijk vonden je het leuk. Duimpje op en tot de volgende. Dag!